Een grote route door de natuur, door de bossen, met leuke bochtjes erin waar je lekker kan fietsen. Floris Visser ziet het al helemaal voor zich. Een mountainbike parcours midden in het Dordtse natuurgebied De Elzen. Hij heeft daar inmiddels 1600 handtekeningen voor verzameld en dinsdagavond lichtte hij zijn plannen toe in de raad. Maar of het allemaal doorgaat is nog maar de vraag. Want het plan was om het idee in te dienen als een burgerinitiatief. Maar dat betekent dat Visser zelf 60% van de kosten op zich moet nemen en verantwoordelijk is voor de exploitatie. Ja, klopt. Dus daar weten we nog niet zeker wat we willen. En we hebben nog ook geen plan om het financieel aan te pakken. Visser zou ook zijn plannen aan het college kunnen voorleggen en afwachten of het opgepakt wordt. Wethouder Stam is daar geen voorstander van. Zelf denk ik dat een burgerinitiatief altijd prettiger is. Niet enkel en alleen uit kostenoverwegingen, maar ook omdat dat op meerdere steun kan rekenen vanuit de bevolking. En als je een collegevoorstel hebt, dan krijg je toch een totale afweging van het kostenplaatje in een gemeenteraad. Wat niet altijd wil zeggen dat het komt tot uitvoering. En als een gemeenteraad nu instemt met een initiatief, dan ben je eigenlijk al twee stappen verder. Het parcours zou in totaal zo'n 40.000 euro gaan kosten. Visser en zijn compagnon beraden zich nu over wat ze verder gaan doen. Steun vanuit de bevolking is er in ieder geval voldoende. Nu nog vanuit de politiek.